Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. Hier hebben we de grote man achter het feest. Ja, we hebben een feestje. Heerlijk, wat een heerlijke dag vandaag, hè? Ja, en voor de 25 keer. Ja, gefeliciteerd. Want het is toch wel een heel evenement, hè? Ja, dat is ook. Ja. Weet je, kun je heel kort vertellen, Jo? Ja. Wat was de reden dat het is opgezet? Via WK en EK. Zo zijn we begonnen. En dat was toen in de tijd, 25 jaar geleden? Nee, 98. Nou, zo zijn we verder gegroeid. Wat is jullie rol hierin? Onze rol is om de ondersteuning van het activiteit opzetten mee te kijken, zeg maar. Dat het allemaal lukt of dat alle taken zijn verdeeld. En om erbij aanwezig te zijn om praatje te maken met mensen. Kijken of dat er hulpvragen liggen. Maar ook af en toe gewoon om eens gezellig met iemand. En is er nog van een organisatie uit? Ja, vanuit de organisatiecontour De Twerren. Hallo! De stemming zit er al goed in, zag ik. Ja, de stemming zit er goed in. Ja, prachtig. Zo is dat. En prachtig weer, hè? Ja, ja, heel mooi weer. Ja, wij komen uit Uden. Uit Uden? Ja, mijn dochter woont hier en die vroeg ons te helpen assisteren. Dus, Hartstikke leuk. Nou, heel veel plezier vandaag. Maar dat gaat wel goed komen. U bent EHBO. En hopelijk gebeurt er niks. Nee, alleen maar avond is gaafond en zo, meer niet. Maar gelukkig. Oh, ik doe het ook al jaren. Samen met Moes Veiligheid, heel goed. Nou, dankjewel. Heel veel plezier vandaag. En hopelijk heel weinig ongeluk. Maar wij komen om niks te doen. EHBO's zijn luie mensen. Oh, ja. Wij zorgen voor de muntjes. Oh, hier kunnen ze muntjes kopen en dan voor ze nabrengen. Ja. Nou, ik hoop dat je er veel van koopt. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel. Ik denk wel dat het druk gaat worden. Dat komt vast wel goed. Met dit weer, jawel hoor. Hallo, ja. Wij gaan dadelijk, mijn mandje stak nou op te wachten. Wij hebben de eerste zangers die gaan optreden. Oh, dus. En wat zing je hier? Ah, Nederlands dadelijk. Van alles. Van alles. Hoi Lars. Hoi. Flink verschil, hè? Ja, dat scheelt een halve meter. Ja, zoiets, hè. Maar ik hoorde dat jullie op gaan treden. Ja, we gaan daar een paar liedjes zingen en we gaan gewoon lekker een feestje maken met z'n allen. Je bent ook uit deze wijk? Ja, hier in de buurt. Gezellig, hè? Ja, zeker. En zeker voor kinderen? Ja, zeker. Voor kleinkinderen. Kleinkinderen? Ja. En zelfs die dag, ja, het weer, alles werkt mee, hè? Ja, mooi. Leuk. Heb je er zin in? Ja! Laat zien dan. Laat zien hoeveel zin je erin hebt. Goed zo. Zijn passagiers voor de huifkar? Ja, zeker. Ja. Ja. Heel oké. Okay. En we gaan de reis heen. Ah, we gaan met je rondje Bochtel doen. Ja, dat wordt gezellig. Ja, het wordt een verrassing. Jullie hebben er zin in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, inderdaad. Ja. Nou, veel plezier. Veel kinderen mee kunnen er genoeg in. Dus, ja. Is het eigenlijk speciaal voor kinderen? Ja, maar wij vinden het ook leuk, hè? Ouders vinden het ook leuk. Dat ziet er helemaal niet uit, nee. En we hebben mooi weer, dus dat kan niet beter. Dan wil je nog meer, hè? Precies. Zo. Veel plezier. Dank je. Ja, ik moet de kaart trekken, ja. En de kaart die gaat door? We kunnen een stuk van Bokstel hier uitpakken. Pakken we twee gedeeltes, dus we gaan één keer linksom, één keer rechtsom. En kunnen je kinderen een beetje de omgeving... Ja, precies. Het is voor kinderen, maar eigenlijk voor iedereen. Ja, kan iedereen, hè. Nou, hartstikke leuk, toch? Mooi. Ik bedoel, het is weer eens wat anders, toch? Ja, zo is het. Mooi evenement. Wat gaat het worden? Lumpia. Lumpia. Kleintje, grote? Kleintjes. Oké. En jij? Ik heb niks, ik sta hier met haar. En jij neemt zelf niks? Nog niet. Misschien straks. Ja. En wat vinden jullie ervan? Ja, gezellig. Ja. Leuk, hè? Ja. En mannen, jullie mogen... Oh, lekker. Hier wordt lekker gesnoept en gegeten. Lekker snoepen, lekker eten. Heel lekker, hè? Jullie ook uit de buurt hier, deze wijk?
Nee. Wij komen uit As. Uit? As. 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 Oh, en dan helemaal hier naartoe? Ja, mijn dochter die woont hier. Ah, vandaar. Kinderen. Ah, leuk hè. Ja. Hoe hebben jullie het in de coronatijd gedaan? Was er helemaal geen feest? Hebben we niks gedaan. We hebben één keer in de woonboot gedaan. Ah ja, dat is ook een mogelijkheid hè. Ja, dat mocht. Anders hebben we niks gedaan. Nou, ik hoop dat het een geweldige middag wordt, maar het ziet er goed uit. Ik zou wel willen. Oké, dankjewel. Ik kan het vrezen.